Kim, dit is jouw foto. Het is inderdaad een sexy hoofd, dat heb je ook. Maar ik vind dat het lijf niet echt mee wil doen. De 21-jarige Groningse deed mee aan Holland's Next Topmodel. De prijs voor de winnaar, een lucratief contract bij modellenbureau Max Models. De programmaleiding wist niet dat Kim voor diefstal voor moest komen. Dat vertelde ze toen de show volop in gang was. Kim heeft spijt betuigd. En voor RTL was deze spijtbetuiging en ook het feit dat ze niet was veroordeeld. Hè, voldoende om haar in het programma te houden en haar ook een nieuwe kans, een tweede kans, een start te geven. En iedereen verdient een tweede kans, dus ook Kim. En we konden het ook haar geven door haar gewoon in het programma te houden. En in de finale afgelopen mei won ze ook nog. Kim! En dus was het contract bij Max Models voor haar. Het feit dat ze nu veroordeeld is voor diefstal van de pinpas en pincode verandert daar volgens het modellenbureau niets aan. Veenstra was zelf niet bereikbaar voor commentaar.